Dit is het laatste in een serie van 6 over het anti-intellectueel manifest. En we hebben de vorige keer gesproken over de christelijke handelsmensen die met bloedige handen hun werk doen. De laatste, sinds de 17e eeuw, eind 17e eeuw tot heden ten dagen in 2021. Nu, de vraag is, waarom werden deze niet-bijbelse boeken geschreven? Was er een motief achter hun compositie en publicatie om mensen met wat te helpen? Om mensen wat te laten begrijpen en waarom? Waarom was dit begrip noodzakelijk? Noodzakelijk om wat te produceren? Ziedewinners, bijbelleraars, straatpredikanten, zendelingen? Doel, motief, vruchten? Jezus Christus zegt, aan de vruchten kent gij de bomen, Matteüs hoofdstuk 7. Ik schrijf niet als een, of spreek niet als een wetenschapper. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben geïnteresseerd in wetenschap. Ik studeer wetenschap. Maar ik pretendeer niet een meester te zijn in een bepaald gebied. Zeker niet als het gaat om de Heilige Schrift. Een wetenschapper als een groep mensen zijn de dooiste mensen naast een graf wat je kunt vinden op deze aarde. Dit is mijn observatie. Dus het gaat om het leidende licht in onderzoek en collationeren. Dat er bij die mensen een verlangen is om alles te ondergraven wat God heeft gezegd. Of iedere zonde waar het nu tussen mensen vinger op legt te rechtvaardigen. Een goed voorbeeld waarom wetenschappers zich graag afzonderen vinden we in Spreuken hoofdstuk 8 in de eerste 3 versen. Roept de wijsheid, dat is niet hoofdstuk 8, dat is Spreuken hoofdstuk 18, de eerste 3 verzen. Die zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks. Hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid. De zot heeft geen lust in verstandigheid, maar daarin dat zijn hart zich ontdekt. Als de goddeloze komt, komt ook de verachting en met schande versmaadheid. Een goddeloze is een persoon die zich afzondert en hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid als een alibi om niet verstandig te worden, dat is verbonden met de vrees des Heeren en te wijken van het kwade. Dan kun je alle Grieks en Hebreeuws gaan studeren met de bedoeling om dat af te wijzen waar Gods adem op ligt, de staat de Bijbeltekst. Paulus zegt dat intellectuele onderzoek en collationering gebruiken om niet te geloven en niet te doen wat God zegt. Nu, u weet waarschijnlijk wel waar ik uiteindelijk ga eindigen in deze laatste lezing. Er zijn niet meer dan een dozijn Bijbelse wetenschappers geweest sinds 1637. En degene die daar zich op de borst voor slaan, zijn niet meer Bijbels, dan mannen als Carson, Linson, Bruce, Hodges, Glassman, Farstad, Price, Waite, McGregor, Tischendorf, Nestle, Alland. Je hebt mensen die concordanties samenstellen, zoals de concordantie van die man uit Haren, wiens concordantie we op de Statenbijbel herdrukt hebben. Ik ben even zijn naam vergeten. De bedoeling was dat men de schrift beter kan begrijpen. Het was in 1750. Dat zien we ook bij Cruden, dat is een concordantie heeft gemaakt bij King James Text, zodat een student het makkelijker vindt om parallelstellen te vinden in de schrift, wat God zegt over een bepaald thema. En nogmaals, de moderne Alexandrijnse cult, dat is alle grote bijbelschool en theologische seminaries, hebben een probleem met één boek, dat is de Statenbijbel in het Nederlands. Ook de jongens van de HSV, de Herziene Statenbijbel. En er zijn nu reeds, 375 plus jaar, dat men probeert dat boek aan de kant te schuiven. Wat zijn we, 384 jaar geloof ik nu, onderweg. Ze hebben nogal niet voor elkaar gebokst. We hebben weliswaar een goede, uitstekende Statenbijbeltekst. Dus Heilige Schrift in het Nederlands. Helaas is het tegenwoordig zo dat de mensen van de GBS, dat zijn 5-punt Calvinisten, er alles aan doen om die tekst te ontkrachten door hun notities. In die zogenaamde Statenbijbel notities. Die moet je gewoon aan de kant schrijven en corrigeren met de tekst zelf. Wat hebben al deze Bijbelwetenschappers gedaan tussen 1637 en 2021? Ze hebben in het algemeen één doel gehad, één boek aan de kant te schuiven. Dat was een motief van hun levenswerk.
Dat boek heeft het niet alleen gelaten, het was levend. Het had de adem van God erop. Toen ik gered werd, zo'n, wat is dat nu, 35 jaar geleden, begon ik te denken. Daarvoor ben ik gewoon meegerold in de rollercoaster die in mijn jeugd, in mijn familie, in mijn omgeving was. Studie, sport en pleasure. Dat was het zo ongeveer. Maar het boek is een doorn in het intellectuele vlees van vele Bijbelse wetenschappers. Het was niet wetenschappelijk. Het was niet respectabel. Heeft het niet de vraag beantwoord aan een hoog academische standaard? Dat was het probleem. Met 100.000 pagina's van hete lucht, door 400 hete lucht experts tussen in de laatste 200 jaar, had één doel en slechts één doel om de handelsman voldoende materiaal te geven om het geloof van een jonge man in één boek te verwoesten. Zijn geloof diende van de wetenschapsunie getransfereerd te worden naar hen, want zij wilden de plaats nemen van het uiteindelijk geschreven gezag en alle zaken van geloof en praktijk. En je hebt bijvoorbeeld, dat is een klein voorbeeldje, een bekend naslagwerk, ook voor Nederlandse studenten die het Engels wel enigszins beheersen, de International Standard Bible Encyclopedia, oorspronkelijk op het gebied bezit in 1929, zo'n bijna 100 jaar geleden, door Erdmans. En dat heeft zo'n 6000 pagina's en ieder belangrijk woord in de Oude of Nieuw Testament, daar wordt een Engelse, Griekse en Hebreeuwse tekst betekenis van gegeven, wordt gedefinieerd met referenties en commentaar. En neem bijvoorbeeld het woord Egypte. Dat werd over 590 keer in de Bijbel gebruikt. Onder Egypte vind je een hele gedetailleerde discussie over het land, het klimaat, de locatie, de flora, de fauna, de condities om te leven, archeologische ontdekkingen, topografie, geschiedenis. Je hebt oud-testamentische connecties in het Oude Testament met Abraham, de Exodus, de Ethiopiërs, Sisak, Sirak, Tafanias enzovoort. Zijn civilisaties, zijn taal, zijn geschrift, zijn literatuur, vreemde goden, wetten en dergelijke. En dit wordt allemaal onderschreven en onderzocht door mannen als Baedeker, Morgan, Breasted, Murray, Erdman, Wilkinson, Mahai, Milne, Petrie, Kyle. Was een van deze mannen gered? Wie weet het. Geen christelijke wetenschapper of bijbelse wetenschapper onderzoekt zulke zaken en pretendeert om dan bijbels of christelijk te zijn. Nou, zeggen ze dan, richt niet opdat gij niet gericht wordt, naar Matthäus 7, vers 1 en 2. Waarom werd deze encyclopedie geschreven? Het bevat de Graf Wellhausen theorie als een feit. Het ontkent dat Jezus, dat Israël door de Rode Zee is getrokken. Dat zie je trouwens bijna op alle kaarten in de achterkant van de Bijbel. Een artikel over Daniel van Robert Dick Wilson, die meer dan 40 talen kon spreken, lezen en schrijven, is zo inferieur aan het commentaar van Laken op Daniel, dat het een schande en dat er überhaupt in staat. Het artikel over de brief van de Hebreeën is zo openvlakkelijk dat je er niet eens in kon zwemmen. En dat werd geschreven door Rees, die het materiaal gebruikt van Peake, Davidson, Edwards, van Zodenzaan, Harnack, Vader, Bruce, Milligan, Moffat, Hoffman, Westcott en Randall. Maar weet u waar al deze schatten van wijsheid en kennis in het boek Hebreeën kunnen worden gevonden? Ik weet dat. Ze worden nooit gevonden. Het werk van mannen als Peake, Zahn, Bullinger, Moffat, Westcott, Nestler, Hort, Robertson, Zodiades, Holman, Randall, Tischendorf, Lachman, Griesbach, Martini, Alland. Of het theologisch woordenboek van het Nieuwe Testament, of de Pulpit Commentary, of een combinatie van Angst van Dreinen, die überhaupt het was geschreven hebben. James Orr was de uitgever van deze International Standard Bible Encyclopedia. Hij werd geassisteerd door vier doctors. Dr. Anderson, Nelson, Mullins, Evans en Kyle. Waarom hebben ze het allemaal samengesteld? Om christenen te helpen? Om christenen wat te doen? Weet u wat de schrift zegt? Zijt navolgers van mij als ik van Christus. Maar het vuur zal ieder mens u dus werk beproeven. Zeker, deze mannen proberen toch niet om dat u hen gaat volgen. Waarom zijn ze dan eens bezig? Wat was de ware reden waarom Kant zijn kritiek van de zuivere reden heeft geschreven? Einstein in 1905 zijn relativiteitstheorie heeft geschreven. Wat heeft Max Weber gedacht toen hij Das Kapital schreef? Toen hij de Jezuïeten werd geïnstrueerd in het British Museum. Wil hij werkelijk de wereld een betere plaats maken om te leven? Heeft hij het ook gedaan? Kijk even naar Noord-Korea en China. En het IJzeren Gordijn tussen 1945 en 1990. Wat een geweldige zegen, nietwaar? Heeft hij zijn doel bereikt? Wat was zijn doel? Zijn motief? Zijn vruchten?
Er is geen één wetenschapper, naar mijn kennis, die een uitgever was van de International Standard Bible Encyclopedia, die ooit twee zondaars tot een levend geloof in Jezus Christus heeft mogen leiden. Nou, zegt men dan, ja, ik kan toch deze mensen, deze wetenschappers, mannen als Stuart, Nuda, Raven, McDavid, Ferguson, Fries, Alan, Netzker, toch vertrouwen met mijn Bijbel? Nee, dat kun je niet. Als ze niet opnieuw geboren zijn, zullen ze nooit te vertrouwen zijn met het woord van de levende God. Die hebben ze de Heilige Geest niet in hen die in alle wijsheid leidt en alle waarheid leidt. De Nederlandse Bijbelgenootschap, of onderdeel van de Verenigde Bijbelgenootschap in New York. Wat hebben we daar? De Rooms-Katholieke bisschop van Onitsa, Nigeria, als vicepresident. De aartsbisschop van Canterbury als een erepresident. Katholieke Bijbels die over het hele zendingsveld worden gestuurd, die apocryfen als onderdeel van de schrift hebben, als onderdeel van het geïnspireerd Oude Testament. Katholieke Bijbels die over de hele wereld worden gestuurd met studiehelpen. Deze studiehelpen waren de hulpen die heidenen hielpen te geloven in de eeuwige maagdelijkheid van Maria, wat een leugen is. In het vage vuur, wat een leugen is. In een voortdurend offer na Golgotha, wat een leugen is. In de voorbeden van de heilige, wat een leugen is. In de priesterschap van Rome, dat je als man niet mag trouwen, wat een leugen is. En wat hebben al deze mensen dan geproduceerd? Aan de vruchten zul je ze toch kennen? Ze produceerden een afstammeling van David voor het huis van David, in Lucas 1, vers 27. En verwoesten bij de link tussen Maria en het Davidische verbond, in 2 Samuel 7. Ze produceerden om hem een koning te maken voor de troon van zijn vader David, in Lucas 1, vers 32. En verwoesten alle referenties naar beide testamenten die Davids troon identificeren als de troon van zijn heerlijkheid. Een aardse troon van Jezus Christus in het duizendjarige rijk op aarde in Jeruzalem. Ze produceerden de macht van de Heer in plaats van de hand van de Heer in Handelingen 11, vers 21. En verwoesten alle referenties naar de rechterhand des Heeren en de hand des Heeren in het Oude Testament. En de goede hand die op Ezra en Nehemia was. Ze produceren voor de interesse van Christus, waar het vers in Romeinen 1, vers 5 zegt, voor zijn naam. Terwijl ze wisten dat Christus niet in naam was, het is een titel, zoals Messias of de Gezalfde. Zijn naam was Jezus. Hij zal zijn volk redden van zijn zonde, Jehovah redt. Dat is de wetenschap van de 20e en 21e eeuw, evangelicaal protestant, in 2021. Absoluut treurig. Nogmaals, het gaat om het ondersteunen van hun handeltje. Net zoals daar in Handelingen 19 het geval was tussen deze producenten van de Maria-beeldjes, Diana-beeldjes in Handelingen 19, vers 35 tot en met 28, die angst hadden door de opwekking van Paulus en Prediking dat hun handel kapot zou gaan. Nou, weet je wat ik voorstel? Een anti-intellectualisme. Een teruggang van het onderzoek en de collationering tot de levende woorden van de levende God in een tastbaar boek, de Statenbijbel. Een revisionistisch, reactionistisch programma. Een teruggang weg van de wetenschappelijke ontdekkingen, de wetenschappelijke breakthroughs en waarlijke retrograde naar een 17e eeuws moeilijk te begrijpen boek. Een anti-intellectueel bijbegelovend manifest voor iedere Nederlander op deze aarde die nog een paar hersenen heeft, om dat te gaan studeren met een concordantie die u bij ons kunt krijgen, ook een elektronische concordantie, wat helemaal niets kost. En dan kunt u meer openbaring krijgen als het gaat om waarheid in heel veel gebieden dan in iedere nieuwe Bijbel of Griekse of Hebreeuwse tekst. Dan wil ik gaan spreken over het intellect van deze anti-intellectueel, tussen aanhalingstekens. En zijn positie heeft een zekere hoeveelheid subjectivisme. Net zoals alle andere posities door intellectuelen worden opgenomen worden die bekennen neutraal te zijn of objectief te zijn, wat een onzin is. Want als je de neutrale tekst neemt van Westkenoor, die is net zo neutraal als Hitler en Mao Zedong neutraal waren om Joden of hun eigen bevolking af te slachten met de miljoenen. De vruchten van mannen en het werk van mannen als Origenus, Augustinus, Hieronymus, de Paus, Darwin, Huxley, de scholastici, Plato, Hegel, Kant, Spinoza, de Sartre, Einstein, Freud, Jung, Pavlov, de Wette, Eberhard en Erwin Nestle, Hort, Harkin, Barbara en Kurt Aland, Hoyle, Laplace, Heisenberg, Operaan, Hobbes, Hume, Bernard Shaw, Russell, Dewey, Menninger, Schaff, E.T. Robinson, die spreken voor zich. Net zoals het werk van de Statenbijbelvertalers in de Statenbijbel. Iedere intellectueel die ik genoemd heb, gered of verloren, was een dwaas met een
die geen eeuwige blik had met bloedige handen als het gaat om het boek, als een standaard om het intellect van een mens te beoordelen. Dat is precies wat we nu gaan doen. Ten eerste, in het boek wordt de mensheid als verloren geopenbaard en richting hel en oordeel gaande. De mens dient een persoonlijk verslag af te leggen van zijn leven tot een persoonlijke schepper en rechter. En hij zal de eeuwigheid doorbrengen om als christen de aanwezigheid van zijn Heer en Heiland te genieten. Of, als hij niet gelovige sterft, de eeuwigheid in de poel des vuurs te brengen. 95% van alle intellectuelen die geleefd hebben, die zijn hierbij verdwenen. Iedere ongeredde wetenschapper, van Ptolemeus tot Hammurabi tot Haken en Bertrand Russell, zijn weg. Wie zegt, hoezo? Vegen de waarheid in het boek, Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4, zegt, wat staat daar? Nou, ik kan me voorstellen dat u het niet weet, als u geen kennis heeft van de schrift, het grootste boek dat de Nederlandse taal heeft gezien. De grootste roman, de prachtigste plotten zijn in dit boek te vinden. Maar ja, dat wordt natuurlijk helemaal stilgezegd op het boekenbal. Efeze hoofdstuk 2, daarna lezen we, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. We waren kinderen der ongehoorzaamheid, of kinderen des toorns. Dat is wat de schrift zegt. Dan zegt de Heer Jezus Christus in het hoge priesterlijke gebed in Johannes hoofdstuk 17, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld, dat was Jezus Christus. Dan zegt de Bijbel, als het gaat om het einde van de mensheid als ongelovige groep mensen, in Openbaar hoofdstuk 20, vers 11 tot en met 14. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Ik zag de doden klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is wat de schrift uiteindelijk zegt. En nogmaals, de mens wordt geoordeeld hetgeen in de boeken geschreven was. In deze Bijbel, daar staat de Bijbel, zijn de woorden van God geschreven. Dit boek zal u eens oordelen. Dat is natuurlijk net iets wat de mensen niet willen horen. Nu, als een wetenschapper ten tweede gered is, weten dat het eerste punt waar is. Of zijn collega's of leraar dat wel of niet geloven. Er is niet op deze aarde zoiets als een geredde zonde die niet weet dat zijn bestemming is, dat de bestemming van de mens is, die het Bijbels reddingsplan afwijst. En nogmaals, het probleem met de lafheid van de faculteit en alle grote Bijbelschool- en theologische faculteiten is dat ze niet de moed hebben om mensen te vertellen dat ze daar naartoe gaan. En dat komt dan onder de waarschuwing die de Heer geeft in het boek Spreuken, hoofdstuk 24, vers 10 tot en met 12. Vertoont gij uw slap ten dagen der benauwdheid, uw kracht is nauw. Red degene die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt, zie wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken, en die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten, want hij zal de mens vergelden naar zijn werk. Ten derde, de schatten van de wijzen en kennis in de Bijbel zijn in één man te vinden, en zij zijn verborgen, ze moeten opgegraven worden. De Bijbel zegt in Kolossen hoofdstuk 2 vers 3. In Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. De Heer zegt dat je dit geloofde wat Mozes heeft geschreven in Johannes 5. Maar als je het niet deed, dan kon je ook niet hem geloven, zegt Johannes hoofdstuk 5 vers 46 en 47. Deze man zei dat de woorden die hij sprak u eens zullen gaan oordelen op de laatste dag in Johannes 12 vers 48.
En God bevestigde deze waarschuwing met zijn opstanding van Jezus van Nazareth als zijnde de Zoon van de levende God. Dus de geest van deze mens, naar Johannes 16 vers 7, die bekent de uiteindelijke wetenschapper te zijn en leraar te zijn die u in alle waarheid leidt, want hij is de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Dus als een bijbelgenootschap of een faculteit of een school niet onder een bijbelgelovige gemeente staat, waar de Heilige Geest preeminent is, dan is er geen enkele kans dat daar iets goeds op termijn uit kan komen. Dat kan 500 jaar duren, maar het zal volkomen vervallen. Ten vierde, als de lering of de prediking van een wetenschapper, of zijn woorden, zijn gedachten, zijn principes, zijn leren, niet overeenkomt met de duidelijke woorden naar Spreuken 8 vers 8 en 9 die door God gegeven zijn, en 2 Petrus 1 vers 18 en 20... om voor de mens te lezen en te horen, naar 2 Timotheüs 3 vers 15 en 16... wordt aan de kant gezet als verrotte vis. Ten vijfde, iedere evangelicaal protestant die bekent dat de Bijbel het uiteindelijk gezag is, worden alle mensen, alle zaken worden geoordeeld, en dan weigert toe te staan dat u een kopie van de Bijbel heeft dat tastbaar, zichtbaar gelezen kan worden, is niet anders dan een Nicolaïet die heel snel uw portemonnee wil hebben. De Bijbel en Bijbels hebben geen enkele betrekking op een intellectueel die nog nooit de Bijbel heeft gezien, gestudeerd, gepreekt, geleerd of geloofd. Dat zijn de mensen die zeggen alleen de originele handschriften zijn geïnspireerd, niet eens als één boek samengesteld zijn op aarde in de 6000 jaar menselijke geschiedenis. Ten zesde, als de schrift correct is, heeft geen wetenschap wijsheid als hij niet ten eerste God vreest, ten tweede van het kwade wijkt, ten derde zielewind voor Jezus Christus, ten vierde zich onderwerpt aan de autoriteit van de Heilige Schrift, in de Nederlandse Staat en Engels de King James, dat is de grootste taal in de laatste dagen in de wereld. Ten vijfde, zijn gevoelens, zijn hart heeft gezet op dingen die onzichtbaar zijn, en 2 Korinthe 4, vers 17 en 18, en in de derde hemel. Dan heb je nog eens een keer 300 Bijbelse wetenschappers die de kant wegvliegen, en 200 erkende autoriteiten die niet onder deze definitie vallen. Nu zegt een Calvinist van de Gereformeerde Bijbelstichting of een of andere Calvinistische gereformeerde school, ja, maar we waren voorbestemd om of deze of de andere weg te gaan. En dat geeft hem de kans om niet te hoeven preken en mensen niet persoonlijk te hoeven te wijzen op het werk wat Jezus Christus op het kruis heeft gedaan. Nou, wat zou je dan zo'n studenten willen leren? Om wat te worden? Leraar? Leraar van wat? Ja, gewoon om een leuk baantje te hebben. Wel zeggen ze dan, ja, ik getuig door te schrijven. En ik getuig door verbonden te zijn met een institutie die gelooft in getuigen. En ik geloof niet dat je mensen tot Christus kan leiden door ze aan te schreeuwen op straat als een straatprediker. Of hoe weet je dat ik nooit iemand tot Jezus Christus heb geleid? Alleen God weet dat. Oh, dat klinkt zo prachtig, niet waar? Maar ze hebben nog nooit iemand, een arts, een advocaat of een rechter in het gezicht gezegd, u gaat naar de hel zonder Jezus Christus. Dat is het probleem. Als het de wetenschapper dan, precies. Het is onze plicht om deze woorden te vinden. Want wij weten dat deze woorden niet de woorden zijn in de Nederlandse Reformatiebijbel, de Engelse Reformatiebijbel, de Duitse Reformatiebijbel. Ja, wat ze wel zijn, dat weten we niet. Maar dat is het in ieder geval niet, deze woorden in dit tastbare boek. Op grond daarvan weet je dat. Je hebt niet eens de originele. Evangelisten en bijbelleraren zeggen ze dan, hebben geen monopolie op de waarheid. Nou, het probleem is dat de 19e eeuw van kerkgeschiedenis bewijst dat ze het wel hebben. De laatste 400 jaar Nederlandse geschiedenis zien we dat de tijd toen de Statenbijbel preëminent was in onze samenleving en de rechtspraak en de economie en de scholen een geweldige zegen is gelegen op het Nederlandse volk en de Nederlandse staat. Toen het aan de kant geschoven werd, begin zo'n 100 jaar geleden, begin van de 20e eeuw, is het heel snel met de soevereiniteit en de zegen van Nederland achteruit gegaan. Dat kan iedereen zien, hoef je niets over te discussiëren. Dan zeggen ze van dan, ja, maar die woorden van God, dat zijn niet de woorden van Nestle, Alland, Metzger, Hort en zijn neutrale eclectische Grieks Nieuw-Testamentische tekst. Ja, maar hoe weet je wat God heeft gezegd? Ja, dat zei de vijand ook. Ja, heeft God werkelijk gezegd?
En hoe weet je dat je denkt dat je weet? Epistemologie. En waarom denk jij dat je meer weet en slimmer bent dan andere mensen? Dat is een aardige vraag. Dat is trouwens een zaak die ook in de schrift wordt genoemd. In dat langste psalm over de Bijbel. Ik dacht in psalm zeker 119. Vers 99. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Omdat uw getuigenis en mijn betrachting zijn. Hoe kunnen mensen deze duidelijke woorden hebben om te lezen? Als het niet is dankzij ons wetenschappers. Heel mogelijk, heel makkelijk. We hebben ze nog ondanks de wetenschappers. En we kunnen ze vasthouden, ondanks de wetenschappers, naar 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 13. Dan zeg je dan, wat is er dan in 2 Timotheus 1 vers 13 te lezen? Het zegt, houd het voorbeeld der gezonde woorden meervoud die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. U heeft geen uiteindelijk gezag als u niet een uiteindelijk gezag heeft in uw handen. Waarmee anderen en uzelf geoordeeld en gerecht kunnen worden. Als je het niet hebt, ben je in alle praktijk zelf God. De moderne 21ste evangelicale protestante Bijbelse wetenschap, die wordt geleid door een groep van praktische atheïsten. Er is geen uiteindelijk gezag, mogen dan een eigen ongeredde verstand. Heel treurig, maar dat is de waarheid. Dan zeggen de mensen, nou, dat is helemaal afhankelijk van de interpretatie van de schrift. Het woord vrezen betekent niet vrezen, betekent goddelijke respect. Ziedewinnen wordt niet genoemd in het Oude of Nieuwe Testament, want je ziet een separaat deel van de mensen, dat woord nefesh en psyche betekent werkelijk bla bla bla. Ziet u wel? Zo wordt het gedaan. Weggaan van dat wat de schrift zegt in het Nederlands. Dat is de standaardzaak die je ziet bij de mannen en studenten van Paul Tillich, Erich Fromm, Gustav Weigel, David Roberts, de vertalers van het NBG, NBV, HSV. Uiteindelijk geschreven gezag dan een uiteindelijk ongeredde verstand. Geloof mij niet. Nogmaals, als mannen als Herberg, Tillich, Niebuhr, Frank, Dietrich Bonhoeffer, Martin Buber, James Pike, Dostoevsky, iets lopen te beweren, ga eerst de vraag stellen, vraag ze om het reddingsplan, hoe een ziel vergeving van zonde en eeuwig leven kan krijgen. Dat zit u niet in hun werken. De meesten zijn ook niet gered, die ik net genoemd heb. Geen deist en de hele groep kan het werk van Jezus Christus op het kruis zo verklaren dat een eenvoudige zondaar zich kan bekeren en tot levend geloof komen in Jezus Christus. Ze hebben geen enkel idee in het onderscheid tussen het Koninkrijk van God en het Koninkrijk der Hemelen. Heel, heel treurig. Nogmaals, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Tillich, Bart, Niebuhr, grote theologen. Dat zegt niks. Opnieuw geboren? Ja, dat weet ik niet. Dan neem je het niet zo serieus wat die mensen schrijven. Hetzelfde idee als met deze coronavirus. Er wordt een hele media opgehyped dat je gevaccineerd ingeënt dient te worden. En de inenting is veel, veel gevaarlijker dan het griepvirus waar ze je zeggen tegen te kunnen beschermen. Dat is de mensheid. Je van een ander mens afhankelijk maken en je afhankelijkheid in relatie tot God kapot maken. Dan heb je een prachtige samenvatting in Notendorp van het doel van alle christelijke en seculiere wetenschap, of medicijns of theologie is of economie is in de laatste 200 jaar. Uitzonderingen daar gelaten, omdat dat is de grote lijn, de algemene lijn. Nu, we willen afsluiten met een bijbelgelovend manifest dat dus tegen de idee is van intellect als uiteindelijk gezag. Het wordt ook wel genoemd rationalisme, van de ratio. Het Duits rationalisme, wat van Jezuïeten werd geïnstigeerd om de Bijbel te beoordelen en aan de kant te schuiven en aan stukken te snijden op grond van het ongered menselijk verstand. En daar willen we nog het een en ander over zeggen. En dat zijn een paar punten. Nou, dat zijn er denk ik een stuk of 13. 13 is het getal van de rebellie. Een rebellie tegen dat wat de media en de wetenschap tegenwoordig wil laten gelden als het gezag. Wij bijbelgelovigen, dus eigenlijk anti-intellectuelen in de zin dat niet het intellect van de mens, het ongeredde intellect, maar de Bijbel uiteindelijk gezag is, willen de volgende zaken neerzetten.
Ook al heb je 25 jaar formele opleiding, ook al heb ik een aantal verdiende graden, ook al heb ik de mogelijkheid om meer dan 5 talen te lezen en te begrijpen, heb ik mijn leven lang tijd genomen om economische, sociale, politieke, filosofische, religieuze, Bijbelse subjecten te studeren. Ik zal dan eerst 3 vragen aan zo iemand stellen die zegt een wetenschapper of Bijbelse wetenschapper te zijn. Ben je een gered mens en geplaatst in het lichaam van Jezus Christus, je opnieuw geboren? Onderschrijf je een autoriteit hoger dan je eigen wetenschappelijke mening en voorkeuren? En ten derde, wat is je motief en doel om dit levenswerk te gaan beginnen? Dat is heel belangrijk, deze 3 punten. Ten tweede, zijn de conclusies in jouw levenswerk, jouw these, in overeenstemming met Romeinen tot Filemon in het Nieuwe Testament? Waarom? Maar Paulus was de apostel aan de heidenen. En als de wetenschapper een heiden is, is Paulus aan hem gestuurd. Naar Romeinen hoofdstuk 15, vers 16 tot en met 19. En zou dit levenswerk van deze intellectueel nu een christen helpen een betere christen te worden? Een beter begrip van de redder te krijgen? Naar Efeze 1, vers 7 tot en met 19. Of de wil van God was zijn leven beter te kunnen vinden? Naar Kolossen hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Zou het hem in staat stellen om een effectievere getuige te worden van Jezus Christus? Zou het zijn geloof toenemen in de Heilige Schrift of dat hem afnemen? Als ik geloof dat alles wat deze wetenschapper schreef, zou ik me naar een positie gaan bevinden dat ik iets moet ontkennen wat geschreven is door Petrus, Jacobus, Judas, Johannes, Paulus, Mozes, Ezekiel, Jesaja. En als ik ben gaan twijfelen aan dat wat Petrus, Jacobus, Johannes en dergelijke geschreven hebben, kon ik nog altijd geloven dat deze man juist was en correct was? Net zoals ik vroeger dacht over Petrus, Jacobus en Johannes. Heeft deze man werkelijk de bedoeling om mij te helpen? Wat is zijn motivatie, zijn doel? Wel, broeder Verhoef, je weet toch wat het goede boek, het oude boek zegt? Recht, oordeel niet opdat je niet geoordeeld wordt. Ik heb een boek dat onderscheid kan brengen in de gedachten en de bedoelingen van het hart. Wetenschappers hebben dat boek niet, maar ik heb het. Ik heb het opgepikt in het eind jaren 80. Ik heb het nu zo'n bijna 35 jaar. En wetenschappers hebben dat boek niet. Ik heb het. Het heeft me geleerd te denken. Het heeft me gedeeld wat de woorden van God zijn. Naar Spreuken 25 vers 11 en Spreuken 1 vers 1 tot en met 7. Hoe ik met die woorden van God dien om te gaan in Romeinen 12 vers 9. Wanneer ik ze dien te geloven in Thessalonische 2 vers 13. Hoe ze te testen naar Jeremia 23, Ezekiel 14 en Jesaja 8 vers 20. Welke ik kan gebruiken om naar te leven naar Johannes 17 vers 17, Johannes 6 vers 63. Welke ik aan de kant ga schrijven naar Spreuken 12 vers 6 en Spreuken 30 vers 6. En welke ik kan prediken en leren aan anderen naar Filippen 2 vers 16, 2 Timotheus 4, 1 tot en met 6, Psalm 38 vers 2, Psalm 12 vers 6 en 7, Spreuken 4 vers 20 en Spreuken 8 vers 8. Daarna zeggen wij bijbelgeloven, intellectuelen, dat we allerlei trivia als excessieve bagage aan de kant schrijven, als een wetenschappelijk werk dat maar suggestief leert dat evolutie bestaat op enige manier, op wat voor manier een leven dan ook, organisch, anorganisch, in het universum. We nemen aan dat deze religie van een gevaarlijk, ziek verstand komt, dat obsesseerd is met de zelfrechtvaardigend geloof van de mens in zichzelf, om zichzelf te verbeteren, volkomen gescheiden van God. In essentie is deze theorie van evolutie, dit is ook een theorie, dit is nooit bewezen, kan ook niet bewezen zijn, zoals geloof, toegepast, beschreven door ieder mens dan ook, niets anders dan de vaste mening van een ongeredde zondaar dat hij zichzelf kan verbeteren in elke eeuw en elke tijd en zichzelf een weg naar de hemel kan verdienen. Of het nu een lange, moeizame weg is door een duizend reïncarnaties, zoals in het boeddhisme, het hindoeïsme, of Horace Mens dit, van het speelparadijs naar het paradijs herstelt, of via de openbare school, het is dezelfde zichzelfrechtvaardigheid die getoond wordt op het altaar bij Kain. Huxley zei dat de evolutie toegepast dient te worden als het uiteindelijk gezag in alle zaken van geloof en praktijk,
En niet alleen op de fysieke wetenschap die toegepast te worden, maar ook op het gebied van kunst, muziek, religie, samenleving en uit de wet. En dit verklaart ook waarom de verschillende rechters op de verschillende niveaus in Nederland niet langer naar de grondwet gaan, maar ze maken zelf wetten op grond van hun jurisprudentie. Huxley zei het volgende, dat evolutie de nieuwe geboorte kon produceren. Evolutie is een universeel, altijd doorgaand proces. De wereld van de realiteit is een evolutie, een proces van zelftransformatie. Nou, dat is een boek Evolutie en Genetiek, uit het boek Wat is Wetenschap. Zelftransformatie gescheiden van God. Zelftransformatie zonder een nieuwe geboorte of een nieuwe schepping, een nieuw schepsel te zijn in Christus. Zelftransformatie door de waarheid af te wijzen. Zelftransformatie zonder te moeten handelen over het punt van zonde, het zondeprobleem. Het probleem van dat de mens zich persoonlijk moet verantwoorden tegen een persoonlijk God. Dit is het hart van ieder evolutie-idee dat geleerd wordt door alle evolutionisten die ooit geleefd hebben. Daarnaast willen we ook zeggen als bijbelgelovende intellectuelen dat alle toekomstige ontdekkingen over leven op andere planeten of het ontdekken van de geheimen van het universum moeten geïnterpreteerd worden in het licht van wat God zegt in Jesaja 14, 24 en 40, Ezekiel 28, Job 26 en Psalm 140 tot en met 149, die alle meer dan 1400 jaar zijn geschreven voor de eerste kruistocht. Ten zesde willen wij als anti-intellectuele bijbelgelovigen het volgende zeggen. Dat alle leringen van de Rooms-Katholieke Kerk, inclusief de pauselijke exegete-uitspraken over leer en praktijk, in de dichtstbijzijnde vuilnisbak moeten gedumpt worden, want het komt niet overeen met dat wat God zegt in Hebreeën 10, 1 Timotheus 2, Psalm 69, Matthäus 23 en Johannes 5, Romeinen 8, Efeze 2, Johannes 17, vers 9 en Handelingen 10 tot en met 15. Verder als zevende zeggen we dat iedere bijbelwetenschapper die niet actief probeert mensen, man en vrouw, tot Jezus Christus te leiden, een verrader is aan zijn roeping. En niet de grootste wetenschapper volgt, naar 1 Korinthe 9, vers 22, Paulus, of de wijzeste mens die het Oude Testament geleefd heeft, spreek 11, vers 30, Salomo, of zelf de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft in Matthäus 4, vers 19, volg mij en ik zal dus een visser van de mensen maken. Dat we nooit de grote wetenschappen van onze tijd serieus nemen als het gaat als ze weigeren te geloven wat Christus zegt over de schepping in Marcus 13, de oorsprong van de mens in Matthäus 19, de geïnspireerde schriften die niet de originele manuscripten waren in Johannes 5 vers 39 en Lucas 4 vers 21, over de weg naar de hemel naar Matthäus 11 vers 27 en het eeuwige leven naar Johannes 3 vers 36 en Johannes 5 vers 24. Ten negende, wij bijbelgelovende anti-intellectuelen willen vaststaan op de waarheid dat wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke correlaties en wetenschappelijke gokkerij buiten Johannes 5 vers 29 worden gemaakt met één doel alleen, om de handelsmannen een beter inkomen te verschaffen en een genoegzamer leven te geven. Na als tiende, als bijbelgelovige intellectuelen, willen we zeggen dat er, als er een objectieve wetenschappelijke theorie is of een objectief filosofisch concept is, dat in overeenstemming is met Spreuken 23, vers 13 en 14, Spreuken 6, vers 16 en 17, Spreuken 14, vers 34 en Genesis 1 tot en met 12, dit onmiddellijk accepteren en daarop actief handelen. Maar we zullen niets accepteren op wat dan ook in religie, wetenschap, kunst, muziek, filosofie, fysiek, genetiek, politiek, opleiding en Bijbelse wetenschap, dat niet overeenstemt met de schrift, de Statenbijbel. Daarna nemen we bijbelgelovers als intellectuelen het werk van Marx, Einstein, Sigmund Freud helemaal niet serieus en noemen ze clowns zonder enige waarde. En die kunnen we in hetzelfde plaats stellen als Huxley, Darwin, Russell, Dewey, Menninger, Jung, Pavlov en de moderne wetenschappelijke unie van zogenaamde erkende wetenschappers. Ten twaalfde, wij anti-intellectuele bijbelgeloven geloven dat de grootste misinformatie komt door de huidige kranten en publiek omroepstelsel. Ten dertiende, wij denken dat de wetenschappelijke vooruitgang, afgezien van de tabletten tegen pijn,
de drugs en een paar operaties absoluut geen enkel hulp is en niets kan helpen sinds Kain Abels hersenen eruit geslagen heeft. We zullen zeker in de moderne transportatie en communicatiemiddelen en dergelijke accepteren als een noodzakelijk kwaad, afgezien van de mogelijkheid om makkelijker het evangelie in de Bijbelse waarde te verbreiden en te preken. Maar we spreken niet over de wetenschap of een Alexandrijnse cult, maar we bekijken hen als een duurdere manier om ergens snel te komen. We zullen vasthouden aan de basisprincipes van het leven zoals gevonden in Genesis 1 tot en met 12. En die zijn zo belangrijk dat er niets beters is gekomen in 6000 jaar op 7 continenten. En deze anti-intellectuele waarheden, welke geen intellect ooit heeft kunnen aan de kant schuiven, zijn het volgende. Dat de oorsprong van menselijk leven is de agricultuur, het werken op het land door de boeren. Ten tweede het hard werk, pijn, tranen, zweet, normaal is voor het menselijk leven. Ten derde, de man wordt als koning aan de kant geschoven. Hij moest sterven en terugkomen naar het stof waar hij gekomen is. De mensheid is vervreemd van God. Het begon dat de eerste mens de vraag stelde, heeft God werkelijk gezegd, en heeft hem vervolgens ongehoorzaam geweest. Ten vijfde, de gevallen mens verstekt zich, hoe noem je dat ook alweer in Nederlands, hij verstopt zich voor God. Dus of hij een agnost is naar Genesis 4 vers 9. Ten zesde, kinderen schamen zich niet voor hun naaktheid en hebben liever fruit boven groente naar Genesis 2 vers 16 en 25. Ten zevende, een man zal zijn huis moeten leiden of hij zal het kapot maken. Ten achtste, nakomelingen van Ham dienen de nakomelingen van Javed en Sem te dienen. De nakomelingen van Sem, de Aziaten, produceren de Bijbel, de Messias en alle grote religies van de wereld. De nakomelingen van Javed zullen de materiële aarde veroveren en alle ontdekkingen op het gebied van transport en communicatie komen bij hem weg. Het zal een redder moeten zijn uit een maagd geboren, naar Genesis 3 vers 15, om de ellende te ontdoen die sinds Genesis hoofdstuk 3 gedaan is. Deze redder zal komen van een heiden Hebreer, met name Abraham. En er zal een Jood zijn die van Jacob komt. Ten twaalfde, er zal geen herstel zijn van de natuur en de overheid totdat deze heiland, deze redder, beide heeft overgenomen. Alle andere pogingen om Eden te herstellen zullen resulteren in terrorisme, geslachtsziektes, concentratiekampen, hongersnoden, martelingen, bankruptie, cannibalisme, arrestaties, deportaties, een nieuwe holocaust en wereldoorlogen. Er komen er nog 3, in Openbaring 6, 19 en 20 naar de schrift. En dat wordt genoemd, het teruggaan naar Eden, als een eeuwige vrede, het koninkrijk binnenbrengen, het koninkrijk vooruit gehelpen, het duizendjarig rijk, zoals Hitler het noemde in zijn derde rijk, de waarheid die naar voren marcheert. Het derde rijk is een positieve christenheid. Gezegend zijn de vredemakers. Maak me een instrument van uw vrede, Heer. Maria's vredesplan voor Rusland. De gouden eeuw. Ik had een droom, dank Martin Luther King. De grote samenleving, de New Deal. En de Europese Unie. En natuurlijk de Verenigde Naties, die eindelijk maar een nieuw tijdperk zullen gaan inluiden, zei Truman al aan jaren 40. Ten dertiende, niemand zal ooit in de buurt komen om het universum te bevolken, totdat God uiteindelijk dat toestaat en deze aarde met vuur laat verbranden. De inwoners van het universum zijn daar en zullen er zijn, Openbaring 13, want ze waren daar reeds tussen Genesis 1 en 12 en speciaal in Genesis hoofdstuk 6, 1 tot nummer 10, toen ze naar beneden kwamen als kinderen van God, gevallen kinderen van God, die gemeenschap zochten met de dochters van de mensen en daaruit kwamen dan de reuzen voort. Dit is het manifest van de anti-intellectueel bijbelgelovigen. Het handelt over feiten, geen theorieën, van het menselijk leven op 7 continenten tussen 4000 voor Christus en 2000 na Christus. Wat is de waarheid over dit leven op deze planeet? De waarheid is in één boek samengevat.
en heeft de man het volgende gereedschap gegeven. Om tot kennis van de waarheid te komen, Johannes 20 vers 31, Johannes 14 vers 6 en Johannes 17 vers 17. Om de enige ware God te leren kennen, het eeuwige leven te ontvangen in Johannes 5 vers 20. Ten derde, om voldoende wijsheid te krijgen om iedere situatie die opkomt mee om te gaan, dan Kolossenzen 3 vers 2. Ten vierde, om een familie goed op te leiden. Om hem of haar te laten zien hoe je een inkomen kan verdienen. Hoe je met vrienden, vijanden, familie, werkgever, werknemer moet omgaan. Ten zesde, om hem instructies te geven wat te doen met zijn leven. Hoe met dood om te gaan. Met leven voor en na het leven om te gaan. Met de toekomst over deze planeet. Ten zevende, om te gaan met ziekte, armoede, vervolging. En hoe te reageren over valse leraren. Ten achtste, om een innerlijke vrede en vreugde te geven dat mensen zonder het boek niet zouden kunnen ontvangen, onafhankelijk hoeveel opleiding je hebt. En uiteindelijk ten negende, om een persoon 1000 valkuilen te laten ontwijken door rijke mensen, opgeleide mensen, en dat je niet hoeft te oogsten wat de zonde in hem wil laten zaaien. En deze dingen heb ik gevonden in een boek van minder dan 1400 pagina's. Ik heb het meer dan 100 keer gelezen. Het is zeer de moeite waard voor u om ook een kopie te krijgen als de Statenbijbeltekst. U kunt ze bestellen bij de Stichting Bijbelgelovende Baptisten op onze website www.sv1637.org. De uitzondering van een heel klein gedeelte van geredde Bijbelse wetenschappers en leraars is moderne christelijke Bijbelse wetenschap net zo commercieel en corrupt als de seculiere wetenschap van atheïstische evolutionisten. Dit zou het is, inclusief de mensen die niet geloven in bijbelscholen, de vergadering van geloven, de open of gesloten broeders. Er zijn drie basisessenties voor een bijbels, schriftuurlijk, bijbelse wetenschap. Het eerste is een gelovig hart, verbonden met een nieuwgeboren geest. Ten tweede een nederig verstand. Ten derde tijd in de Statenbijbel doorbrengen. Misschien het laatste punt nog een concordantie. Tromius, dat is de naam die ik zocht. Tromius concordantie, bij elk boek wordt wat aangeduid. En in het Nederlands, en je kunt ze ook als een elektronische concordantie pikken. En nogmaals, alle clowns zijn niet in het circus. Er zijn er heel veel die onder christelijke scholen of titels rondlopen met één bedoeling, zichzelf te verheerlijken ten koste van de Heilige Schrift, de Statenbijbel. Nu, dat God wijze zijn en alle mensen leugenaars zijn, dit is een Bijbelse standaard. En ik kan u één ding aanraden. Houd vast aan de schrift, de Statenbijbel. Laat niemand dat boek wegnemen. Koop er nog geen als u er nog geen heeft. U kunt het bestellen bij de GBS of bij de Stichting Bijbelgelovende Baptisten. En neem tijd om God en zijn woord beter te leren kennen. Dat is het nooit verdoende tijd. En ga uit om te getuigen van de naam van Jezus Christus. En ga nog een paar zielen winnen. En begin een bijbelgelovige gemeente. Als u vragen heeft, contacteer ons onder pastor@bluemail.ch. God zegen.